Ljouwtra deelt het gemeente met de hoogste belasting van Friesland, terugblikkende cijfers van de Universiteit in Grijns. De goedkeerste Friese gemeente is het Ameland. In Ljouwtra deel betelt een huishouding alle jaren goed €300 meer aan heffings als op het Ameland. Bouwbedrijf Van der Werf in Sint-Niek maakt het definitief geen terugstart, dat zou bekend worden. In maart is het faillissement ontvregen, dat er komen 85 personeelsleden op stritten te stingen. De airstrip in Drachten is dicht. De beheerstichting van het Vleenveld heeft oneindig giet maar de belangrijkste broeker, de Vliegclub Friesland. De gemeente Smellingen had beide partijen het onder oren net maar elkaar eens binnen over financiële uitspraken. Het probleem van het conflict is dat daardoor de veiligers net garandeerd worden kan. Sportclub Cambuur heeft de wedstrijd in FC Dordrecht met 3-0 won. Martijn Bartow zette Cambuur in de uitwedstrijd in de 8e minuut op voorsprong. Erik Bakker zwaardig in de 62e minuut voor de beslissing. Bakker maakte in de extra tijd van de halve meter de derde goal. Cambuur stuurt nog vierde in de Jupiler League. Joen en vannacht eerst Rijn. De wind neemt af en er kan letter mist ontstingen. Het wordt 4 graden. Morgen een soort bewolking en Rijn. Letter wordt het droog. Er ziet haast geen wind en het wordt een graad te zien.